Nu de paas is goed. Ignacio. En dan gaat de keeper er onder door van de Werf. En dan wordt dit 1-0 voor AFC natuurlijk. Wat een blunder van Brian van de Werf. En dan zegt Ignacio, dank u wel. En dan is het 1-0. Maar wat een blunder hier in die openingsfase voor Brian van de Werf. De paas is uitstekend van Kulan. En wat doet die keeper daar? En zulke kansen moet je Reilly Ignacio niet geven. En de 1-0 voor de Amsterdammers. En wat een blunder is dit. Valk. Vermeulen. Goeie bal op Van Ewijk. Van Ewijk, heel handig. Goed hoe hij die bal daar vrijmaakt. Alleen dat laatste tikje zit er niet in. Van den Houten. Kulan. Kulan. En Kwee. Kwee heeft hem. Kwee maakt hem. Prachtige goal van Derek Kwee in de 2-0 voor AFC. Ingeleid door absoluut de man van de wedstrijd tot nu toe. Daar komt Kulan weer. Niemand valt hem aan. En dan is dat het paasje. Derek Kwee handig aangenomen. Van de Werf te laat. En AFC op 2-0 in de 33e minuut. Jesse. Oh, Jesse is de man kwijt. Maar dan nog steeds. Matthijs Jesse. Het is met kunst en vliegwerk. Maar hij komt er wel en hij gaat voorlangs. Grootfaam. Spelend nu vanaf links. Grootfaam. Zijn man kwijt. Grootfaam nu. En daar de strafschop. Ja, de duw in de rug. En dan is Perez onverbiddelijk ten opzichte van Niels Buis. En geeft hij de penalty aan AFC. Van de Werf oog in oog met Maggie Jansen. En Jansen doet dit uitstekend. Daar is de 3-0 voor AFC. Agari, Buis. Strak en goal. Nou, dit haalt tussen een voorzet en een schot. Wat is een schot? Zonneveld hield er geen rekening mee en dan heeft Buis toch zijn treffer. 3-1. Zaimi. Zaimi. En daar is de definitieve genadeklap. Daar is de 4-1 voor de invaller van AFC. Zaimi mag hem maken. Ilias Zaimi. Hij met de 4-1. Stevens. En daar toch nog valt hij binnen. Is Buimer de man met het laatste tikje. Omdat Zonneveld die bal niet goed kan tegenhouden. Wordt het toch nog 4-2 op Sportpark goed genoeg. En is het ook meteen de eindstand. Buimer mag het laatste slotakkoord geven. 4-2 wordt het voor AFC tegen FC Lisse.